Goedemorgen Calvin, mijn naam is Calvin, ik Calvin. We are back in the place and we are back in the place. Top verhaal. Hey, lekker. We back at it again. Ik kan zeggen wat je wil, maar kan ook niet zeggen wat je wil. Snap je wat ik bedoel? Nee, oké. Otje, je bent zo groot geworden. Kijk hoe groot Otje is geworden. Oeh, man. She sounds like a tiger. She sounds like a lion. Alright. Ik weet niet of jullie al lang in de Calvin zitten, maar als je al een tijdje in de Calvin zit, dan weet je dat Otje best wel een klein babytje was een paar maanden geleden. En dat was cute. Voordat ik ga beginnen aan deze video, ga ik jullie één ding vragen, één ding vertellen. Namelijk, join the Calvin. It's good. Mocht je nou afvragen, mocht je nou een roeping zoeken in je leven, mocht je nou denken, hey, ik heb het gevoel alsof ik er niet helemaal bij hoor en wil je wat meer glimlachen elke dag van de week, nou, dan kunnen we... Ik beloof niet eens elke dag. Ik doe gewoon echt twee keer... boeien! De Calvin is hier om jou een thuis te geven. We zijn hier, we verwelkomen jou. We steken die armpjes uit. We zeggen, hey, you don't feel good? We out here, man. We going. Come on, it's good. En naast het feit dat ik jullie zo vaak mogelijk, zoveel mogelijk, zo frequent mogelijk aan het lachen wil maken, doe ik dat vandaag ook weer. Mensen, dat is een beetje de bedoeling. Lekker. Oh ja, mocht je nou op een of andere manier sceptisch zijn over het feit of de Calvin echt bestaat, of het niet gewoon een soort mythe is, of het niet iets is wat ik bedacht heb. Nou, look at the numbers, man. Look at the numbers. We hebben bijna 750.000 abonnees, bijna 500.000 volgers op Instagram. What's good, man? What's fucking good? What is happening? Calvin, I love you. Kan niet anders zeggen. Ik vind jullie top. Ik vind jullie echt fantastisch. Als er een familie is in Nederland die voor mij belangrijker is dan de wet, dan is het de Calvin. Dankjewel. Goed, vorige week was het Haat Calvindag. En dat is de feestdag waarin... kijk maar even. Ik vroeg me af of het mogelijk is om een feestdag te starten in Nederland. Om een feestdag te starten? Het gaat rondom haat in de wereld. Ik vind dat er een dag moet zijn in het jaar waarop iedereen mij mag haten. Zodat we gedurende de rest van het jaar elkaar niet meer zo haten. Mocht je dit nou nog steeds niet begrijpen, de Haat Calvindag is de dag in het jaar waarop je al je agressie, al je woede, al je haat mag uiten richting mij. Zodat je de gedurende de rest van het jaar niemand anders meer gaat haten. Dat was inderdaad het idee. En hoe raar het ook klinkt, het heeft gewerkt, man. Ik heb het gevoel alsof we op die dag, 14 maart, iedereen had even zoiets van, ja, fuck, nu kan het. Bam! Let's go, we gonna hate this motherfucker. De opdracht die ik jullie namelijk vorige week heb gegeven is, gooi gewoon zoveel mogelijk haat naar me toe. En dat heb ik geweten. Ik ga eerlijk vertellen, ik was wel even pittig. Maar, mensen, even stop de muziek, even muziek ergens, nee, niet hard, nee, muziek even zachter. Maar, muziek zachter. Oké, dankjewel. Thank you, editor. Thank you for listening to me. After all these years, you don't even listen. Stop de muziek! Ik heb een belangrijke mededeling. Namelijk, ik heb heel eerlijk gezegd, stiekem, nog niet de comments onder de video bekeken. Niet omdat ik bang was op een of andere manier. Ik wil dit ervaren samen met jullie, snap je? Ik wil dit met de hele Calvin gewoon, ik wil het gewoon delen met elkaar, snap je? Wat jullie allemaal tegen mij gezegd hebben op de Haat Calvindag, het kan niet heel goed zijn. Het is Haat Calvindag. Ik kan niet haten. Oké, ja, ik kan wel haten. Het is juist de bedoeling dat je haat. Man, my brain is dead, man. Oké, daar gaan we. Dames en heren, ik ga de ergste haatcomments die ooit, maar dan ook ooit naar me toe gevuurd zijn, vandaag voor het eerst lezen. Doe dat samen met jullie, omdat jullie belangrijk voor me zijn, omdat we familie zijn, en omdat we zulke soort dingen met elkaar moeten steden, top verhaal. De eerste comment, die moet wel heftig zijn. Ik kan niet anders dat de eerste, de top comment echt gewoon de meest heftige haatcomment ever is. Oh nee, mensen mogen niet haten op Calvin. Heb je de video bekeken? Nikita Kaap Kempenaar? Did you even watch the video? Come on! Oké, de volgende is wel echt een haatcomment. Ik heb haat op Calvin! Ik kan het niet geloofwaardig maken, because I love you. I gave you one job. And you fucked it up. Ik vind het zielig dat iedereen, dus haakjes niet iedereen je haat, maar wij staan voor je klaar. Nee! Come on! Jullie hebben het niet begrepen! De comments zijn gewoon veel te lief. We hebben 3600 comments en het enige wat ik zie is lieve, cute comments, man. Ik weet niet of ik hier nu blij mee moet zijn of teleurgesteld moet zijn. It is a difficult situation, man. It is a difficult one. Ik snap wel waarom je haar zo in de war zit, want elke keer als je in de spiegel kijkt, breekt hij. Hello darkness, my old friend. Nou, dat is wat ik bedoel! Dat wil ik, man! You got this, I like that! Pak jouw Calvin, hashtag alleen vandaag. Hopelijk krijg je in jouw kinderen geen YouTube zoals jij dat hebt. Ik verwacht toch iets beters. Ik ben eerlijk met je. Kom op! Zelfs als ik vraag om haatcomment, krijg ik gewoon niet eens haatcomment. En ik weet niet of het goed is of slecht. I don't get it. Ah, Calvin, ik zit vol met woede omdat mijn vriendinnen steeds ruzie hebben. En nu moet ik in therapie. Va, mijn mentor wordt gek. Ha, ik gek ervan, maar geef die niet toe. Ze maken al een half jaar ruzie en houden niet op. Join the Calvin. Ik wil niet zo'n haatcomment. Dit is niet een haatcomment. Ik hoop dat je in plaats van een paprika een pikante peper opeet en je mond in brand komt te staan en dat de boom weer te laat komt en je verbrandt. Ah!
That's what I'm talking about, okay? Dat willen we horen, dat willen we zien. Dat is die haat die ik wil, die agressie, die wil ik voelen gewoon vandaag. Deze dag, de enige dag in het jaar dat het mag. Snap je wel, snap je wat ik bedoel? Waarom praat ik zoals een of andere gekke gast uit Apkoude of zo? Ik snap het niet, er is niet eens Apkoude. Wat ben ik aan het doen? Fleurke 2005, I'm proud of you. You got it. Jij wint jaarlang niks. Gefeliciteerd. Jij met je lelijke kutkapsel, eerst schreeuw je als een gek en in een video met Peter versta ik er geen nars van. Oké, dan moet ik nou één leuk. Dan moet ik nou één leuk zo op deze manier. Ik wil gewoon skits op mijn nummers heb ik aan de neus. Beetje laat, maar je draagt een lelijk t-shirt. Ik moet je eerlijk vertellen, dit is wel zo'n haatcomment die best wel hard aankomt. Zeg je eerlijk. Kijk, als iemand zegt, yo, je bent echt een gekke mogoltje, dan is het zo van, oké, leuk bedacht. Maar als iemand zegt, je hebt een lelijk t-shirt, dat doet me gewoon pijn. Ik ben gewoon... Kyle Smeets, je hebt het goed gedaan. Ik ben trots op jou. Ik mocht een haatcement achter... Haatcement. Ik mocht een haatcement achterlaten. Dus ja, godverdomme Calvijn. Tiffes, 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 tiffes. Tiffes, stop met je kanaal en je leven. Sorry voor de spelingsfouten. Ik heb dyslexie. Sorry, maar het mocht haten. Sorry, 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 sorry. Dit is amazing. Dit is echt fantastisch. Wauw, dit is de beste haatcomment die ik ooit heb gekregen. Laura van Loon. Good job. Ik help me. Plas jij in de pot of in je haar? Want je haar is zo geelachtig. Geloof me, ik vind het moeilijk om op je te haten. Want ik hou... Waarom is iedereen? Waarom moet... Ja, man. Ik wil gewoon volgestoken worden zo in mijn hart. Niet letterlijk, maar gewoon met een comment. Snap je wat ik bedoel? Ik wil dat voelen. Ik wil niet aan het eind nog even dat iemand zegt... Oh ja, nee, maar sorry, ik hou van je. Ik bedoel, het is heel lief bedoeld. En ik zou het heel leuk vinden als jullie dat voor altijd doen. Maar niet op 14 maart. Ik haat Kelvin. Ik hoop dat deze middelbare kledingstijl ook te zien bij ik de letters blonde slak. Verder nog meer haat op jou en je rode kop door die paprika. Deze klopt voor hem weten. Yo, ik mag je wel ofzo, maar die kostbare dingen die je de laatste tijd sloopt vind ik wel een beetje zonde. Want er zijn zoveel mensen die er zo blij zouden zijn als ze bijvoorbeeld een auto of een laptop hadden, maar jij sloopt ze gewoon. Hello. Kijk, dat is nou wat ik bedoel. Dat is die haatcomment die ik wil. Snap je? Dat is die haatcomment waarvan ik echt even denk, oké, ja, dan heb je een punt. Je moet ook niet zoveel dingen kapot maken. Ik bedoel, vind ik gewoon geinig. Lopen! Je hebt zo'n rare neus. Doe je heksenneus af, man. Die neus staat je echt niet en de botox is helemaal voor niks geweest. Je bent echt een spastische mogol met je armen en hoe je praat. Je praat echt fucking snel. Moet je nog hooien of zo? Groningse strotboer. Wauw, moet je nog hooien, joh. Dat vind ik wel echt tot zover de beste haatcomment die er is. Omdat hij gewoon echt even aankomt. Naast het feit dat je stront met een D hebt geschreven. Dus dat is wel een beetje debiel. Maar alsnog, Dylan Efting, dankjewel. Dit is een van de betere haatcomments die ik ooit gekregen heb. Ik ben trots op jou, man. I love you. Kimmy Life zegt, jij bent een poep Chinees. Sorry. Heb wel een beetje haat aan hoe je met je kat omgaat. Verder ben je wel oké. Otje, I love you, Otje. Otje is my favorite animal in the world, man. Dit vond ik wel een lastige haatcomment. Ik vond deze wel moeilijk. Ook omdat ik het idee had alsof die gewoon oprecht was. Oh, Ik wil je echt keihard op je muil slaan. Ik haat jou, je moeder, je oma en je kat. Ik hoop dat je buikgriep krijgt. Deze vind ik top. Oh man, ik hou van deze dag. Iedereen is gewoon even lekker, gewoon eerlijk. Iedereen zegt gewoon even waar het op staat. Dat vind ik netjes, daar hou ik van. Zo zou de wereld meer moeten zijn, daar ben ik heel eerlijk in. Kut op met je kuthoofd en je kutkanaal. Was dat goed genoeg? Ik kon niet te veel bedenken voor zo'n goed kanaal. Dit is echt, dit is fucking grappig. Ik vind dit zo mooi. Iedereen zet dus haatcomments neer. En de hele tijd is echt, oh nee, sorry. Sorry, ik bedoelde niet serieus. Het mag, oké. Nu niet meer. Als men nu gaat haten, dan neem ik het heel persoonlijk op. En dat vind ik niet netjes van je. Toen mocht het. Hey, melkboer. Hoe gaat het met je? Dat is wat ik me afvraag. Dit is omdat je ons steeds vraagt. Maar je weet toch ook wel dat je daar geen antwoord op krijgt. Hoe dom ben je? Ik begon dit bericht met je te noemen naar je vader. Hij heeft het voor elkaar gekregen om zijn kind bij zijn werk te betrekken. Dan heeft toch niemand, nog iemand van jullie flessenfamilie iets bereikt. Lekker gedaan, Boas. Kijk, jij hebt het begrepen. Lekker, Boas. I like you. I fucking love you. Yeah. Oké, we gaan over op de laatste haatcomment. Ja, ik weet niet of ik dit wel hardop kan voorlezen. Maar ik ga het denk ik toch maar doen. Ik stop mijn pik zo hard in je lichaam dat je bloedaders dicht komen te zitten. Johan van Ost. Oh man. Dit is zo heftig eigenlijk. Oké, Kelvin, even focus. Oké, dit is de allerlaatste, grootste, meest heftige haatcomment die ik denk ik ooit heb gekregen. Bereid je hier even op voor, oké? Dit is denk ik een van de heftigste haatcomments die ik ooit heb gekregen. Oké. M. Shafiq Alemeyar zei, ik ga het proberen. Nee, lukt niet. Ah! Oh! Oh! All right.
Kelfam, luister, oké? Ik heb even een hele belangrijke mededeling. Namelijk, ik heb één ding geleerd. En dat is dat, no matter what, hoe erg ik het ook wil, jullie gewoon niet kunnen haten. Het lukt jullie gewoon. Ja, sommigen wel. Met een pik en dan die slag uit je aderen dicht komen. Zoveel mensen lukt het gewoon niet. Aan de ene kant denk ik dan, ja, het was niet helemaal de bedoeling. En aan de andere kant ben ik eigenlijk heel erg blij. Want dat betekent gewoon dat we die sterkste familie ever zijn, man. Snap je? Je gaat ongeacht wat dan ook, gaat elkaar niet bashen. Je gaat ook niet op elkaar haten. Je denkt echt, hé, hey, weet je wat? Maakt me niet uit dat deze gast zegt, ik kan het gewoon niet. Want ik hou van deze gast, ik hou van jullie. Hey, join the gets good, man. You know what I'm saying? Snap je wat ik bedoel? Als ik op een zondagmiddag gewoon aan het chillen ben, ik kijk even in mijn Instagram. Ik ga dit gewoon laten zien aan jullie, hè. Ik wil dat jullie dit meemaken. Als je naar die getagde foto's gaat, dit is niet normaal. Oké, dat is echt niet gezond. Ik heb nog nooit in mijn hele leven zo'n sterke familiegevoel gewoon gezien. Iedereen is gewoon aan het gaan. Weet je, hier Calvijn, punt, laagstreepje, edits met rainbows en shit. Dit is gewoon een tekening van mij. Hier heb je al deze edits. Calvijn Boerma, shout-out naar jou, gekke fanaccounts en zo. Iedereen maakt de meest epische shit ever. Het betekent gewoon dat jullie precies snappen wat ik bedoel. Hé, ik leef gewoon volgens dat ene motto. Namelijk, doe eens gek, je bent al normaal genoeg. En wat ik daarmee bedoel, is dat alle Nederlanders en heel veel mensen op de wereld en zo vaak zoiets hebben van, ja, weet je, doe maar gewoon normaal, weet ik wat allemaal. Maar dat werkt niet, oké? Je hebt er gewoon niet zoveel aan als je precies gaat doen wat andere mensen ook doen. Calvijn fan, lage streepje, die denkt ook gewoon, ja, fuck it, ik ga gewoon wat vers maken, we gaan gewoon gek doen en that's nice, snap je? En ik ben nu net in 2018, net als jullie eigenlijk. We zijn net in 2018. Mijn hele jaar is nu alweer, ik heb gewoon echt al een fucking vet jaar gehad. En er zijn nog maar 2-3 maanden voorbij. Ik ben in fucking Schotland geweest, ik ben in Jamaica geweest, ik heb gesnowboard en gewoon allemaal gekke shit. Kijk, er zijn allemaal mensen die zeggen, ah ja, ik vind het wel een beetje gek hoor, om dan in de eerste 2 maanden van het nieuwe jaar meteen 3 keer op reis te gaan. Dat is een beetje heftig. Oké, ik vind het prima. Blijf je lekker thuis. Maar tegelijkertijd ben ik aan andere plekken en op de wereld gewoon een chill leven aan het leven, snap je? En ik kan mijn Instagram gewoon openen en ik zie gewoon al deze dingen van jullie en jullie snappen het ook. Ik ben gewoon blij om te zien dat hetgeen waar ik in geloof, dat ook iets is waar jullie op een of andere manier een soort van kracht uithalen. En dat vind ik vet. Want als je er geen kracht of energie uit zou halen, zou je ook niet al die energie steken in het maken van gekke fan-edits. Dan zou je ook niet alle tijd steken in het maken van die comments onder de Haat Calvijn video, waarin je eigenlijk zegt dat je niet kan haten. Ik ga hier veel te lang over door. Ik wil jullie gewoon bedanken voor deze hele shit. Ik wil jullie gewoon bedanken voor alles. We gaan 2018 nog 10.000 miljoen keer vetter maken. En Kelfam, ik heb nog maar één ding te zeggen. Join the Kelfam. It's good. Doe eens gek. Je bent al normaal genoeg. Hey, let's go!